De komende weken mag ik stage lopen bij het Vattenfall Solar Team en volgen we een weg naar de World Solar Challenge in Australië. Op naar een fossielvrije toekomst. Dit is Speed of Light. Vandaag mag ik meelopen met Maxine. Zij is structural engineer van het team, wat betekent dat ze verantwoordelijk is voor de body van de auto. En straks in Australië is ze ook nog eens tijdens de race een van de drie coureurs. Ik ben heel erg benieuwd wat ze me vandaag gaat leren. Hey Maxine. Hey Niels. Hallo. Alles goed? Ja, met jou ook. Ja, gaat goed. Ik mag vandaag met jou meelopen. Ja, superleuk. Heel leuk. Ja. Maar jij bent structural engineer, zeg ik dat goed? Ja, klopt. Wat is dat precies? Het houdt eigenlijk in dat je ziet hier achter de auto en al het zwarte wat je ziet is eigenlijk wat ik ontworpen heb samen met Casper. Je hebt ook een team van aerodynamici en die hebben eigenlijk de buitenvorm ontworpen. Dus die zorgt ervoor dat de auto zo'n laag mogelijke luchtweerstand heeft. En wij gaan dat eigenlijk inkleden, dus we maken dat echt en bedenken van welk materiaal het is, hoe sterk dat allemaal moet zijn. Waar is dat materiaal dan van gemaakt, dat het zo licht kan zijn? Ja, het is gemaakt van koolstofvezel. Ja. En daartussen zit een laag schuim, dus ik kan het even hier laten zien. Dit is het koolstofvezel zelf en je ziet in deze richting, dus als je het uit elkaar trekt, is dat heel sterk. Oh ja. Maar je ziet dat je het wel heel makkelijk kan buigen, dus het is totaal niet stijf uit zichzelf. Nee. Maar ja, daarom doen we dus dat schuim ertussen. Dus je ziet hier dat je een laag koolstofvezel, een laag schuim en weer een laag koolstofvezel hebt. En hier merk je, in deze richting is het nog steeds hetzelfde, maar in die buigrichting is het veel beter. Niet meer buigbaar, nee. Nee. Maar die hele auto is eigenlijk op deze manier opgebouwd. Ja, klopt. Maar goed, Maxime, ik ben vandaag jouw stagiair. Ja, klopt. Dus je mag me ook wel een beetje aan het werk zetten. Ja, ik heb wel een leuk klusje voor je. We zijn namelijk nog bezig met het maken van binnenwielkappen. Dus daar kan je even mee helpen. Dus daar moeten we naar het lamineerhok toe. Dus kom maar mee. Aan de bak. Hey Niels, mag ik nog een koffie? Zo, kom binnen. Dit is wat we vandaag gaan maken. Maar voor we met dat hele proces kunnen beginnen, moet eerst die koolstofvezel geknipt worden. Dus dat is een mooie taak voor jou. No, he's in my six. It doesn't matter who we are. What matters is our plan. I'm going. Schietstoel, weet je wel. Hey Niels, hoe gaat het? Ja, hij is af. Kijk. Nice. 2, 1. Wauw, het ziet er goed uit. Ja, hè? Ja, heel nice. Hier heb je de mal en je legt al die koolstofvezel en het schuim leg je daarop. En dan met hars maak je het helemaal nat. En dan uiteindelijk doe je een vacuümzak eromheen en die zorgt ervoor dat alles op je mal gedrukt wordt. En op die manier hardt het dan uit. En zo krijg je een product wat je hier eigenlijk ziet. Dus zo kan je eigenlijk, als je een goede mal hebt, kan je eigenlijk alles maken wat je wil. Dus ik zou in feite ook een soort van vezelreproductie van mezelf kunnen maken? Ja, dat zou kunnen. Dan gebruik ik gewoon mijn lichaam als mal. Ik weet niet hoe verstandig dat is. Om de stevigheid van dit materiaal te testen, gaan we nu een experiment doen. Jullie van het Vattenfall Solar Team mogen allerlei artikelen naar me toe gooien. En ik zal deze proberen op te vangen met de koolstofvezelplaat. In 3, 2, 1. Oh, nee, rustig. Maar ik ben nog heel. En nog veel belangrijker, de vezelplaat is ook nog heel. Hier, kijk. Helemaal recht. Niks aan het handje. Ik denk dat jullie op dit gebied helemaal klaar zijn voor Australië. Hey Maxime, dat experiment was helemaal geslaagd, toch? Ja, klopt. Die plaat heeft hem gewoon gehouden. Ja. Was voor jou iets minder kleine verrassing, denk ik. Ja, ik had het allemaal verwacht. Ik vond het heel spannend. Hey, maar die fossielvrije toekomst die jullie zo belangrijk vinden. Wat draagt dit alles hieraan bij? Nou, wat het is, is dat elke 2 jaar de reglementen veranderen. Waardoor je steeds moet blijven innoveren. Je kan niet zomaar de oude auto weer pakken. En daardoor moet je steeds weer nieuwe dingen bedenken. En zo hebben we allerlei innovaties die uiteindelijk bijdragen aan een fossielvrije toekomst. Ik wil jou heel erg bedanken voor vandaag. De stagedag zit erop. Ik heb een hoop geleerd. Het was ook wel een beetje spannend. Ik ben blij dat ik überhaupt nog leef na dat experiment.
Volgende keer loop ik mee met Max. Hij weet alles van aerodynamica, wat net dat extra duwtje in de rug kan geven. Tot de volgende!